Maar hoeveel golden chests zijn er? Ik heb geen één sleutel. Ja, in een dungeon zijn er altijd golden chests. Zoek in de dungeon van mijn moeder. Oh, ik heb wel een sleutel. Wauw. Ja, probeer het op zijn minst een chest te openen. Yes, geld, ik was hier wel beter met chest, hè, te plunderen. Maar... Yes, twee van die dingen. Leef niet. Eén bananen. Ik heb 7 bananen vandaag. Nee, ik heb geen bananen vandaag. Ik heb 7. Oké. Doet die zich dat jij doet? Wie wil er de volgende claimen? Waterballs? Ik heb. Oké, Riemen was eerst. Serieus, ik had al eerder gevraagd van tevoren. Rustig, ben... het is niet dat je in een dungeon maar 1 waterbal bevat, hè? Maar ik had al eerder gezegd, eerlijk ik ben, eerlijk. Ik ben awesome. Nee, eigenlijk ben ik nu wel de owner van dat boek, hè, dus. Ja, Nino mag kiezen. Inderdaad, Nino mag kiezen. Waarom is de Goblin Army? Wordt het hier gebruikt? De Goblin Army is in de dungeon, what the fuck? Ja, ik kwam een goblin tegen in de dungeon. Ik vond het wel leuk. En de muziek veranderde naar dat ene muziekje dat je altijd hebt tijdens de goblin army. Hier heb je nog zo'n gast van de goblin army. Hoeveel fucking skeletons zijn deze? Ik neem ze mee naar beneden. Dat is de hele goblin army. Meent je die serieus mee? Waarom neem je die mee? Omdat die al in de dungeon staat. Dat is de eerste keer dat ik die tegenkom in de dungeon. Er komt een goblin army in de dungeon. Nee, ik denk niet. Omdat alleen met 2 waren. Hè? Waarschijnlijk heeft hij gedacht, we komen naar de dungeon. Want ja, daar is 13. Oh my god. Illusietje, ga eens naar huis. Ik heb wel hier. Nino, waar is je potje? Potje, dat is bij de plek waar dat je binnenkomt. Oh zeg. Dan staat er op mijn kast. Ja, hoeveel skeleton? Ah, waarom ga ik op Spike staan? What the fuck? Wat komt jij hier doen? Wie is er dood? Oh, ik kwam op het cv's aan met de goblin. Jonah. Iemand geen naam duurpel. Die goblins zijn heel. Kan er wel hier. Ik kan geen eerst nog duurpel. Verwacht een verklaring. Je hebt het niet altijd in de verklaring. Jawel, dan moet jij ook geen verklaring hebben over waarom dat ik dat boek aan Ruben geef. Omdat ik awesome. Ja, sorry, maar je moet niet voor alles een verklaring hebben. Ja, Bert. Dat je nu juist stil op je gezicht. Dat is mijn naam, die. Mijn naam. Wat is het probleem? Ik sprong gewoon op hem. Ik zou Goomba stomp doen. En ik denk... Ik denk dat Goomba stomp hier niet echt zo... wordt geapprecieerd. Wie wil er een magic missile? Ik. Oké, Ruben krijgt hem. Ruben is no life op dingen op Terraria. Dat is de reden dat ik stomp krijg. Ja. Jawel. Oh, jawel. Juist waarom dat hem het misschien zou wel zou krijgen, hij steekt er tijd in. Te veel tijd. De hele nee. Ik heb mijn express zelfmoord gekregen om terug te komen. Om Nino te helpen. Oh wauw, ik heb een heel mooie schilderij dat ik ergens moet opnemen. Ja, en ik ben degene die de villager. Dat ben ik aan het doen. Ik weet dat hier. Technisch gezien zeg je ook
zeg jij ook eigenlijk onze village in gevaar aan te brengen? Daarvoor, als zij dat niet waren, gebeurde er gewoon niks, hè? Wel, wel, vandaar dat ik het zie. Dat vind ik wel echt een waai. Ze hadden niet eens wel even. Come on, stop. Je moet niet altijd te verklaren. Oh, well, dat schilderij ken ik. Dus de fuck nee! Allee! Nino is zo de enige die, die zo nog in de dungeon zit. Maar ik ga daar later toch terug naar. Ik heb nu echt gold verloren. Ja, ik ook. En ik heb nog een golden key, dus ik ben nog terug. Vroeger had je die golden keys ook ergens anders nodig. What the fuck, hoe overpowered zijn die gasten? I'll save you, Simon. Ik denk dat ze zo overbouwd maakt, is omdat ze met zoveel zijn. Ja, ik weet het. Ik weet het voor de rest en niet zo. Alleen zou ik deze. Ah, kom aan, twee magers. Haat die magers en die boogschutters, die zijn zo af. Ruben, waar ben je? In de Igelo. Hier, neem dit, het zal je sterker maken. Nee. En dit, het zal je ook sterker maken. Oh, kom aan. Damn it. Dino, niet zoveel spullen geven. Kom maar, Arthur. Als je het niet wilt hebben, dat is ook goed. Maar... Jawel. Aha, ik heb een magic item dat iets sterker is. Eerst stop het. Matjes. Wait a minute. Kom maar. Kom. Nee, Garrett. Wie was Garrett? The guy for this. Oh, yes. Nogmaals. Maar ze is wel aan de weg. Oh fuck. I'm losing health. Wat dan? Ah! Die deur die plekstabber. Ik heb een plek staan waar ze me niet kunnen hebben. Die is er voorlopig nog niet, maar alleen. Maar nee, maar ik ben al aan het zoeken. Dat is al niet. Maar ik nu size het begin inderdaad. Goblin army has been defeated. Yay! Hij heeft te lopen en gewoon die waterbal spammen. Spammen! Hey, by the way. Oh, leuk! Zie mijn haar. Maar ik kon niet oppakken. Het is oranje. Ik kon dat niet oppakken. Door Inventory. Oké. En de episode. Dank jullie allemaal voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Dat is een deur. Waarom een deur? Omdat... Bye! Bye, ja. Yep.